Sport is emotie en soms wel meer dan dat. Vooral als er een derby op het programma staat. Derbies zijn burenruzies die worden uitgevochten op het sportveld en waarbij het om meer gaat dan alleen winst of verlies. We kennen ze vooral uit het buitenland, de derbies. In Nederland hebben we eigenlijk geen echte derbies. Of toch wel? Bureau Sport gaat op zoek, van het voetbalveld tot het schaakbord. Vandaag zijn we in gemeente De Ronde Venen en hier achter mij ligt het dorp Wilnis. En daar wordt vandaag een heuse voetbalkraker afgewerkt. CSW uit Wilnis tegen het grote Argon uit Meidrecht. En vooral bij de jongens uit Wilnis komen er ongekende krachten los als Argon de ringvaart oversteekt. Wat kost een kaartje voor de derby vandaag? 4 euro, gewoon de normale prijs. Normale prijs? Geen woekerprijzen voor de derby? Nee, dat doen we niet aan. Hoeveel? 2 keer? Hoeveel mensen verwacht u? Als het net zo is als vorige keer, zo'n 1500. 1500? 2000 misschien. Weerwerk mee. Kan u lekker op vakantie? Ja, nou, 2 keer hè. Alsjeblieft. Nog een boekje. Alsjeblieft. Kan je een beetje vertellen wat zo'n wedstrijd betekent hier jullie in de regio? Ja, veel. Want er komt veel bij kijken. Want je ziet wel als je gewoon bij gewoon een wedstrijd tegen Volendam of zo. Dan staan er, 100, 200 man. Ik denk dat er vandaag wel 2000 of zo wel staan. Jullie waren ooit kampioen van Nederland, hè, amateurs? Ja. En dan speel je tegen dat eigenlijk het kleine CSW. Ja, kleine CSW. Ja, dat zijn onze broertjes, hè, zei het eigenlijk. Kijk je al heel lang naar deze wedstrijd uit eigenlijk? Ja, vanaf de indeling eigenlijk wel al. Maar we zijn deze wedstrijd een beetje begonnen met organiseren rond oktober een beetje. Wat staat er dan op het spel bij zo'n wedstrijd? Eer, hè? Eer. Veel vrienden, familie bij beide clubs. Dus als je verliest dan word je er altijd wel aan herinnerd. Ja? Ja, dus... Ik sprak net met wat jongens van Argon, hè? En die zeiden dat jullie het kleine broertje zijn. Wij zijn het kleine clubje, maar het gezellige clubje. Bij ons staat gezelligheid voorop. Daarnaast is het leuk als we wat presteren. Vroeger altijd veel verloren, maar gewoon veel bekerwedstrijden gespeeld. En vorig jaar hebben we gevenaard en overklast. Dus ik weet niet wie het kleine broertje is, maar dat zijn wij inmiddels niet meer. Jij bent de aanvoerder van CSW, hè? Dus jij moet een beetje weten wat er speelt. Ja, ik weet zeker wat er speelt. Sterker nog, ik heb ook bij de andere club gespeeld. Dus het is extra speciaal vandaag. Het kan toch eigenlijk niet dat jij ook bij de rivaal hebt gespeeld? Ja, jawel. Kijk, ik wilde op een gegeven moment wat meer plezier gaan hebben in het spelletje. En hier is het toch wat meer vrijblijvender, daar is het wat meer prestatiever. Nou, ja, en dat is mijn keuze om hier naartoe te gaan. Dus voor het plezier moet je naar CSW en voor de professionaliteit moet je bij de grote boer zijn? Dat denk ik wel, ja. Ja, zeker. Ja. Mag jij wat vragen? Speelt voor jullie de wedstrijd nou net zoveel als voor CSW? Na de wedstrijd, meneer. Na de wedstrijd. Na de wedstrijd? Ja. Voor de wedstrijd praten jullie niet met de pers? Nee. Dat zeiden ze al een beetje, dat jullie de professionele club waren en dat het plezier meer bij CSW was. Klopt dat? Klopt. Oh jee. Ik denk dat het klopt. Hey, doei. Kleedkamer van CSB. Mannen. Zijn ze hoor, de mannen. En Argon zit hier, maar die willen niet voor de camera, denk ik. Wel gezellig dicht bij elkaar.
Maar ik vind het niet zo goed gaan. Nee? Jullie staan tweede, jullie willen kampioen worden. Dan... Ja, ik moet meer strijd. Nou, nog de laatste 10 minuutjes denk ik, hè? Ja, denk ik wel. Maar ik denk, we gaan nog wel winnen. Hey. Zet nog maar even een paar liedjes in ons aan. Adios. Rick Over de Waren komen! Over de Waren komen! Vlaanderen de mensen! Vlaanderen de mensen! Zeg het maar. Het is jammer, wel een goed resultaat voor ons. Je verpest een beetje hun kampioensaspiraties, dus ja, ze verliezen wel 2 puntjes. Een goede sfeer? Een goede sfeer, ja. ja. Zeker voor zo'n klein dorpje. Hier wonen hier maar een paar duizend man en nou, volgens mij stonden ze er allemaal. Dus, Drink je zo een biertje in het clubhuis? Lijkt me een goed plan, man. Zie je zo. Ja, okay, man. Mooi, ik ga het niet hebben. Ik heb een bier voor je meegenomen. Ah, top man. Dan gaan er nog vele volgen. En ik dacht, misschien is het wel leuk om met iemand van Argon ook nog een biertje te drinken. Ja, dat is heel gevaarlijk, hè? Nee, wat thuis is er gebeurd, maakt niet uit. Nee. Nee. Voor het voor de wedstrijd is het gewoon goed. Dus nu kunnen jullie samen een biertje drinken. Ik heb zo'n biertje drinken, natuurlijk altijd, jongen. Proost, jongens. Ja, jongens. Proost. Mooi afvallen. Ja. En ik lach. Op grappen van een klaar. Ja jongens, kom aan. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen. Even al die handen omhoog met z'n allen. La la ja la la la. Ja la la ja la. Ja la ja la la la. Dit was de derby van de Ronde Venen en volgende week filmen we een nieuwe derby. En dat kan ook een derby bij jou in de buurt zijn. Dus laat het ons weten via Facebook of via Twitter @Bureausport. En ik duik nog even het clubhuis in bij de jongens van CSW. Fijne weekend!